Hier midden in Heinkensand ligt een park. Een mooie plek om even te wandelen of om de hond uit te laten. Maar je loopt hier ook door een hele rijke geschiedenis. En omdat het als landgoed decennia lang in bezit was van de familie van Sitters, noemt men het hier ook wel het Bosje van Sitters. Ja, en dit bijzondere monumentje herinnert aan de familie Sitters, toch Jan? Dat klopt, ja. Het is een monumentje uit 1856 en het is een van de meest raadselachtige monumenten van Zuid-Beveland. Het is samengesteld uit allerlei vreemde elementen en het meest merkwaardig is nog wel deze gedenkplaat onderop die herinnert aan een van de telgen uit het geslacht van Sitters. Ja, in de middeleeuwen stond hier al een kasteel. Daarna, aan het eind van de 16e eeuw, is er een nieuw kasteelachtig gebouw gezet, Huis Watervliet. Eind 18e eeuw kwam er een boerderij Landlust, dat is de officiële naam ook van dit landgoed. 50 jaar later werd er een mooie villa door inmiddels de Van Sitters gebouwd, Bloemenheuvel. Het enige wat daarvan nog resteert is dat mooie witte koetshuis hierachter. En het park zoals het nu is, hè, want dat is toen veranderd in Engelse landschapstijl. Dus hebben er een soort klein bosje van gemaakt met allerlei oude en exotische bomen, waar ook een hele kolonie vleermuizen zich thuis voelt. Dus het zijn allemaal fasen hier van landlust die achter elkaar zijn gekomen en waarvan dit monument het mooie symbool en de kern is. En wat is er nou zo raadselachtig aan dit monumentje? Nou ja, allereerst omdat het is samengesteld uit verschillende elementen. Dit zou een doopbakken zijn volgens de legende uit de oude kerk van Heintjesand. Die is in 1843 afgebroken. Nou, hier het doopbekken, daaronder een pilaar, die is later bewerkt. Dat kun je ook zien in de 19e eeuw. Maar die pilaar die zou ook afkomstig zijn in originele vorm uit de kerk in Heintjesand. En het meest vreemde is natuurlijk die gedenkplaat hier van C.A.J. van Sitters uit 1856. Dat was Casper Adolf Johan. Maar het merkwaardige is, toen deze plaat gemaakt werd, was die Casper nog maar 2 jaar oud. En die Casper die is later naar Amerika vertrokken, waar die pas in de Tweede Wereldoorlog is overleden, helemaal in Iowa. En na zijn vertrek hier is de villa Bloemenheuvel snel vervallen en afgebroken. We weten dus helemaal niet exact waarom dit monument hier is gezet. Casper is verdwenen en alleen de plaat herinnert nog aan hem. En dat noem ik dan maar het raadsel van Casper. En gaat dat ooit nog opgelost worden, Jan? Nou, als het aan mij ligt niet. Ik hou wel van raadsel. Maar als iemand het kan oplossen met mooie documenten, dan hou ik me aanbevolen.